Nou, mijn naam is Michael van der Meijden, ik ben modeontwerper. En ik woon sinds, even kijken, 2000 in Rotterdam. Ja, ik werk ook vanuit Rotterdam. Rotterdam is voor mij ook een inspiratie. Ik wil het als decor, steeds meer en meer als decor gaan gebruiken ook. En me door de stad laten inspireren. Veelal is mijn werk van poëtische aard. En ik werk veel met de elementen. Dus aarde, water, vuur en lucht. Nou, dit zijn dan echt de parasietvormen waar ik het al eerder over had. En die zeg maar ook in Rotterdam Durft campagne zijn gebruikt. Die rood-witte jurk dan. En ja, dat vind ik zelf. Dat is een hele belangrijke collectie persoonlijk voor mij. Omdat ik daar echt op het punt stond van ja, weet je wel, wat wil ik? Ik had mijn baan opgegeven, een hele onzeker bestaan. En toen won ik die prijs. En toen had ik zoiets, dat was een bevestiging voor mij in het buitenland, in Frankrijk, dat ik dan erkenning voor mijn werk kreeg. En dat had ik echt nodig, zeg maar. En toen ben ik dus echt verder gegaan. Toen dacht ik van ja, ik kan het toch wel, weet je wel. En toen ben ik dus echt doorgegaan met mijn werk. En dan krijg je ook het enthousiasme weer. En van daaruit mocht ik met Italiaanse fabrikanten samenwerken. En hoe heet het? Er was een warenhuis in New York op Fifth Avenue geïnteresseerd in mijn werk. En die wilden het gaan produceren. En wat uiteindelijk niet gelukt is, maar waar ik dan een. Hoe heet het? In plaats daarvan een geldprijs heb gekregen. Waardoor ik zeg maar weer mijn werk kon financieren. Want dat is in mode altijd wel een drama, zeg maar. Dat je altijd je werk moet voorfinancieren. Maar ja, als het je passie is, dan kan je niet anders dan dat. En dan ga je er gewoon toch mee door. En waarom zit jij niet in de Creative Factory? Ja, ik wilde er heel graag in. De ruimte die ik aangewezen kreeg, ik zat dan op 3 hoog. En ja, als ontwerper werk je veel met stoffen en met kleuren. En daar heb je gewoon echt goed daglicht bij nodig om te bepalen van ja, welke stof ga ik gebruiken. En je hebt natuurlijk licht nodig. En dat vond ik te weinig. En ja, de ruimte was voor mij als ontwerper niet geschikt, zeg maar.